Hallo allemaal, welkom bij deze tutorial van de WebHero Booking Tool. We hebben een reeks tutorials gemaakt rond specifieke typen van activiteiten. En in dit geval gaat het over lidgelden. En ik heb een heel clean account gemaakt. Ik ga hier eventjes kijken bij activiteiten. Er zat nog maar één activiteit in en dat is het lidgeld voor het seizoen. Als je lidgelden wilt gaan innen via de Booking Tool, is mijn eerste tip dat je een bepaald starttarief moet vastleggen. Hè? Want heel vaak lidgelden die verschillen nogal eens van prijs, of je nu als jeugdspeler of als volwassene inschrijft, of als je misschien voor een jaar inschrijft of alleen maar een zomerabonnement neemt. En dus belangrijk is dat we starten met één tarief. En vanaf dat één tarief ga je misschien korting kunnen krijgen als je jeugdspeler bent. Of je gaat misschien een surplus moeten betalen als je bijvoorbeeld competitiespeler bent. Maar je moet starten vanaf één tarief. En zo heb ik ook het opgebouwd in dit voorbeeld. Andere variabelen bijvoorbeeld zijn dat je kan vragen of de mensen ook clubkleding willen onmiddellijk bijbestellen samen met hun lidgeld. Dat is een beetje een upselling, hè? Dus dat is ook een betalende optie die je gaat kunnen toevoegen aan de activiteit. En dat zijn allemaal de opties rond met prijsverschillen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog enkele velden die iedereen moet invullen, puur informatief, maar er moet niets berekend worden. Dat gaat dan over je geboortedatum, dat gaat misschien over je adres, je telefoonnummer enzovoort. De andere informatie, misschien Rijksregisternummer wordt soms nog wel eens gevraagd. Dus dat zijn eigenlijk losse velden. Dus het voorbeeld is hier al aangemaakt. Dus als je een activiteit wil toevoegen, dan start je altijd met op het groene plusje te klikken. En dan kom je eigenlijk in dit veld terecht. En de naam die ik gegeven heb hier is lidgeld seizoen 2022-23. Maximum aantal personen per boeking, ik denk dan in zo'n familiegrootte, in dit geval 6. Kan er ook 7 of 8 van maken, hè. Maar in dit geval is dat 6. Lidgelden worden meestal niet met een voorschot geïnd, denk ik. Dus bedrag, voorschot en betalingsdeadline zijn hier niet van toepassing. Wel vanaf wanneer het boekbaar is. Soms kan je alles al prepareren in je booking tool, maar pas vanaf een bepaald moment mag het allemaal geboekt worden. In dit voorbeeld is het 1 april 2022 vanaf 9:00 kan je starten met boeken. Kortingscodes moeten niet worden aangemaakt, maar we willen wel graag bij elke boeking een bevestigingsmail ontvangen. Bijvoorbeeld de secretaris penningmeester of zo, die wil dat misschien graag een beetje in de oog houden. Dan kan je een apart e-mailadres toevoegen. In dit voorbeeld is het lidgeld@webhero.be. En zodra dat je alles hebt voorbereid, kan je het ook publiceren. Je gaat het ook later op een andere locatie gaan kunnen aanvinken. Hier zie je trouwens, gepubliceerd, kan je dat ook terug uitvinken of aanvinken. Dat is de naam, dat is de basisinformatie. Nu gaan we de periodes toevoegen. En hier zie je een bepaalde periode, namelijk de eerste mogelijkheid is om je lidgeld voor een volledig jaar te betalen. En later gaan we zien dat er ook de mogelijkheid is bijvoorbeeld voor een zomerabonnement of enkel een winterabonnement te nemen. Hè. Dus ook daar weer ga je een periode toevoegen, moet je op het plusje klikken. Dan kom je hier terecht. Ik heb hier zelf de data bijgeschreven dat het helder is als de mensen later gaan boeken. Die informatie gaat ook getoond worden op jouw formulier. Hè. Dus moet hier de informatie heel helder zijn dat jouw leden dat ook heel goed gaan begrijpen. Dan kan je hier dus die periode van een volledig jaar is van 1 mei 2022 tot 30 april 2023. De prijs is de prijs per deelnemer, niet per boeking. En ons starttarief is €200. Heb ik eventjes op €200 vastgelegd. En dan kan je bijvoorbeeld gaan upsellen of gaan downsellen. Capaciteit, er is geen maximumcapaciteit. Wij blijven leden aannemen. Er zijn geen gereserveerde plaatsen, want er is geen maximumcapaciteit. Dus dat is niet echt van toepassing. En een wachtlijst is in dit geval ook niet echt van toepassing. Dan gaan we opties toevoegen. En dat is wel belangrijk, want onder bepaalde voorwaarden kan je een korting krijgen. Dus hier kan je een optie toevoegen, korting en een omschrijving. Dus korting en eventueel clubkleding. Hè. Bij de korting hebben we twee opties. Bijvoorbeeld jeugdspelers die jonger dan 18 zijn of geboren in 2004 of later, hè, die krijgen een korting van -€50. Hè. Dus je kan dat hier aanvinken, uitschrijven en de prijs zelf vastleggen. Dus als je zelf een korting wilt geven, moet je er natuurlijk een min voor zetten. Hè. Capaciteit onbeperkt in dit geval. Dan bij de volwassenen is er natuurlijk geen min of meerprijs. De tweede optie die we hebben toegevoegd is de clubkleding.
Ook hier weer clubkleding, geen echte omschrijving. Het niveau is ook wel belangrijk. De clubkledij, die bepaal je natuurlijk op niveau van de deelnemer. Als je voor 4 personen inschrijft, moeten we van elke persoon weten of die clubkledij wilt. Dat is dus niet op niveau van de boeking, waar je dan bijvoorbeeld, als je zegt, we gaan, ik heb nu geen concreet voorbeeld, maar dat je voor iedereen binnen de boeking in één keer een optie wilt toevoegen, ja, dan kan je dat op niveau van de boeking zetten. Maar in dit geval is dat niet van toepassing. Daar ook weer twee keuzes, hè. Ofwel ga je voor de sweater van €49, ofwel zeg je geen clubkleding nodig. Je moet ook best ook altijd het alternatief gaan aanvinken, want als je maar één optie hebt, en die, dan gaan ze die verplicht moeten nemen. Hè. Dus er moet ook de optie zijn om die optie niet te nemen. Even kijken. Hoe ziet het er nu uit in de... we gaan nog één ding tonen hier. Dat zijn de velden. Dus we hebben de opties. Dat is alles wat met betalende opties te maken heeft. Dan heb je de velden. Dat zijn extra velden die je kan toevoegen als je extra informatie nodig hebt van de deelnemer. Wel, voornaam, achternaam en e-mailadres is sowieso verplicht bij elke boeking. Daarnaast kan je velden toevoegen, bijvoorbeeld telefoon. Ook hier weer op niveau van de deelnemer. Je kan het type veld selecteren. Je kan kiezen voor een standaard veld. Dat is eigenlijk het veld zoals je dat hierboven ziet, zo een typisch lang, smal veld. Je kan kiezen voor een groot tekstveld. Dat is eigenlijk als je bijvoorbeeld 3-4 zinnen antwoord verwacht op de vraag, kan je een groter tekstveld laten tonen. En de optie is er ook om een meerkeuzevraag te stellen. En dat voorbeeld gaan we zelfs nog verder op ingaan. En je kan het antwoord verplichten of niet verplichten. In dit geval telefoonnummer is verplicht. Hier het tweede voorbeeld is geslacht. Hier heb ik aangevinkt meerkeuzevraag. Ja. Ik heb er ook bijgeschreven dat dat geslacht belangrijk kan zijn met betrekking tot de cluboutfit. Want je moet misschien een andere outfit voor mannen of voor vrouwen gaan bestellen. Dus dan moeten ze dat natuurlijk wel invullen. Maar is misschien niet verplicht om in te vullen. Wat je wel kan doen bij de keuzes, is dan weer de optie laten, ik deel dit liever niet mee. En dan kan je eigenlijk, dan kan je het eigenlijk wel verplichten, maar dan kunnen ze zelf aanvinken of ze het willen meedelen of niet. En het derde voorbeeld is hier de kledingmaat. En de keuzes heb ik hier small, medium, large, extra large. Maar je kan natuurlijk ook kledingmaten eventueel gaan toevoegen. Dan gaan we helemaal terug naar het begin. En wat zien we hier nog? Je kan eigenlijk de boekingspagina gaan bekijken. Dan moet je op het oogje klikken. Dan gaat er een tweede tabblad open. Je ziet hier een oranje balk dat de Molly-account nog niet gekoppeld is. Dat klopt, dat is een demo-account. Hè? Dus ik heb de Molly-account niet gekoppeld. Maar dat wil dus zeggen dat je nog niet... Je kan nog geen inschrijving ontvangen zolang de Molly-account van de betalingsprovider dus nog niet gekoppeld is. Dus dat is wel belangrijk. In dit geval is dat nu niet echt relevant. Dus de periode is hier een volledig jaar. Je kan het aantal deelnemers kiezen. Ik neem eventjes het voorbeeld van 2 deelnemers. Zo. Dan kunnen de opties gekozen worden voor deelnemer 1, bijvoorbeeld. Dus voor mijzelf. Ik ben volwassen en ik ga de sweater bijbestellen. Maar bijvoorbeeld mijn zoontje gaat mee. Die is veel jonger. En die heeft geen sweater nodig, want die is nog te klein. Dus die krijgt een korting. Hier zie je dat eigenlijk alles verrekend wordt. Hè. Dus eigenlijk was het €200. Als ik nu de sweater toch aanvink, dan zie je het hier de prijs veranderen. Maar die krijgt de korting. Hè. Dus 399. Dan gaat de mensen die voor jouw lidmaatschap gaan willen inschrijven naar de volgende stap. En hier hebben ze de keuze om voor zichzelf te boeken of ik boek voor iemand anders. Bijvoorbeeld, ik ben de papa, ik heb 2 kinderen en ik boek eigenlijk voor mijn 2 kinderen. Hè. Dus in dat geval ben ik de hoofdboeker, moet ik mijn gegevens achterlaten en dan vul ik bij deelnemer 1 en bij deelnemer 2 de informatie over mijn kids. En in dit geval ben ik zelf de boeker. Ja, dan ben ik zelf waarschijnlijk deelnemer 1, dat is niet gezegd. Hè. Ik geef je het voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik schrijf in voor Rafael Nadal. En het e-mailadres is rafael@nadaltennis.com. En die goede man heeft een Spaans nummer. Hè. Voilà. En hier is de vraag, ja, Rafael, dat is man natuurlijk. En kledingmaat, laten we zeggen dat die waarschijnlijk wel een large heeft. En de tweede is junior Nadal, zijn zoon. E-mailadres junior
Telefoonnummer plus 34. Voilà, een telefoonnummer. En deelnemen even niet mee. Hop, zo. Wat we hier zien, is dat ondertussen de verwerkingskost is bijgeteld. En je kan kiezen, dus het is 2,5% eigenlijk, dat erbij wordt geteld op de 399. En hier wordt dan het totaal wordt verrekend. Alles ingevuld, dan kan je verder gaan. Het saldo dient nu te betalen, maar ja, in dit geval kun je nog niet betalen natuurlijk. Maar zo kan je eigenlijk heel de boeking zien hoe het aan de achterkant wordt opgebouwd en hoe jouw leden aan de voorkant gaan inschrijven. Maar, ik wil nog iets laten zien, een heel tof trucje, want dit is het lidgeld voor het volledig seizoen. Nu wil ik eigenlijk ook hetzelfde doen, maar voor bijvoorbeeld enkel het zomerseizoen. Dan denk je, oké, moet ik nu al die opties opnieuw gaan maken? Nee, dat moet niet, want je kan heel gemakkelijk iets dupliceren. Bij periode. Je gaat naar periodes en je ziet hier het knopje dupliceer. Klik daarop. En nu zeg ik bijvoorbeeld zomertarief. Zomertarief, dat is bijvoorbeeld van 1,7 tot 30,9,22. Dus dat is eigenlijk voor enkele maanden. Ik moet dat hier ook veranderen natuurlijk. 0,7. En hier is het dan tot 30,09,22. Opslaan. Dus nu heb ik een tweede eigenlijk zomertarief aangemaakt. Ik moet natuurlijk wel de prijzen nog veranderen. Hè. Wacht hier, zomertarief. Moet ik op het pijltje klikken, wijzigen. En even kijken, de prijs per deelnemer voor het zomertarief is iets anders. Bijvoorbeeld, dat is maar €100 in plaats van €200. Dus dat is allemaal oké. Ziet er goed uit. Opslaan. Dan ga ik terug bij de opties kijken, want de opties en de kortingen zijn daar ook wel een beetje gewijzigd. We gaan geen €50 korting geven, maar €25 korting voor de jeugdspeler, voor het zomertarief. En de sweateropties die blijven eigenlijk exact dezelfde. Dus nu zie je dat we eigenlijk een volledig jaar en een zomertarief hebben. Als we terug naar activiteiten gaan, we gaan naar de boekingspagina opnieuw gaan bekijken, dan zie je dat je nu twee opties hebt. Dus je deelt die ene link eigenlijk, en de mensen zien hier, ik kan inschrijven voor een volledig jaar of enkel voor het zomertarief. Oké, kies ik voor het zomertarief, dan zie je de prijs is hier €100, jeugdspeler €25 korting, en dan ga je net hetzelfde doen. Je kan dus ook weer net hetzelfde gaan dupliceren voor het wintertarief, ook daar weer een andere prijs gaan opplakken. Je kan eventueel nog extra opties in de clubkleding gaan toevoegen enzovoort. Maar dit is de manier hoe je heel gemakkelijk de booking tool gaat kunnen gebruiken voor lidgelden. Als je daar nog vragen over hebt, dan kan je die zeker stellen hier onder de YouTube-video. Maar je kan ons uiteraard ook altijd bereiken via de contactgegevens info@webhero.be of ons telefoonnummer of via de website of eens in de vak gaan kijken. Dus aarzel niet ons te contacteren als we je hierbij nog verder moeten helpen. Alsjeblieft.